Hallo en welkom bij Haaksbergen in beeld. Het programma met het grote en kleine nieuws uit Haaksbergen en omgeving. De gemeente Haaksbergen hield op maandag 7 november een openbare informatiebijeenkomst over het marktplan. Tijdens de bijeenkomst heeft Noordwijk VOF haar plannen aan alle aanwezigen gepresenteerd. Nou, ons plan in essentie laat zich eigenlijk door een tweetal hoofdkenmerken typeren. Dat is enerzijds zeg maar, wat wij bij dit plan willen bereiken is dat de verblijfskwaliteit van de markt wordt vergroot. Nou, hoe hebben we dat, hoe proberen we dat te doen? Door enerzijds zeg maar, goede gebruikers naar dit gebied te trekken. En goede gebruikers daar zitten met name in de winkels, maar ook de appartementen en de woningen. Dus als je praat over de winkels zijn we op dit moment in gesprek met meerdere partijen. Van buiten Haaksbergen, dus niet lokale partijen die hier naartoe zullen moeten komen. We hadden gehoopt zeg maar, daar iets meer over te kunnen zeggen. Maar het is ook het feit dat gezien de historie en meerdere partijen hier in het verleden al naar hebben gekeken. Dat ze toch terughoudend zijn. Dus de kopschuw heb ik al eerst een keer laten vallen. Dus die hebben zoiets van, ja jongens, laten we eerst dit plan de eindstreep halen voordat we überhaupt hom of kuit geven. Vinden we jammer natuurlijk. Maar goed, dat is even de realiteit waar wij mee te maken hebben. Nou, Rob heeft al aangegeven dat in het plan in totaal 24 eenheden appartementen worden gerealiseerd. Die appartementen die zijn wat ons betreft zeg maar, op verschillende manieren in te vullen. Het zou een combinatie kunnen zijn van vrije verhuur met zorg. Het zou volledig vrije verhuur kunnen zijn. We zijn met een aantal zorgpartijen die in Haaksbergen actief zijn, zijn we in gesprek. Die hebben aangegeven dat ze toch graag wat willen op zoek zijn naar nieuwe huisvesting. Aan de andere kant, mocht dat niet voor de grond komen, dan hebben wij er vertrouwen in dat met name ook aan de marktzijde, dat er goede individuele woningen kunnen worden gerealiseerd voor de mensen aan de onderkant die toch een huurappartementje zoeken. Hetzelfde geldt voor de woning aan de Hippenstraat. De 6 woningen die daar getekend zijn, dat zien we toch echt als een statuswoning voor mensen die beginnen in het koopsegment. Dus uiteindelijk zeg maar, de huurmarkt zijn ontgroeid en een keer wat voor zichzelf willen, daarin voorzien wij ook. Ja, hoe vindt u tot nu toe dat er gesproken is over het centrumplan? Ja, wat er nu gezegd is, denk ik dat, we wisten natuurlijk al van de raadsvergadering van een aantal weken geleden, het plan was ons bekend. Maar dat is denk ik niet de variant die, die onze voorkeur geniet. En welke is dat dan? Ja, variant 1, dat is de variant met de publiekstrekker en een parkeerplaats in het centrum. Ik denk dat dat echt essentieel is om het centrum weer levendig te krijgen. Een parkeerplaats op de Bron bijvoorbeeld, die faciliteert het hele centrum. En dat heeft voor alle straten dus nut. En de publiekstrekker, of het nou een Aldi of een Lidl of wat het ook wordt, maakt me niet uit. Maar die zorgt ervoor dat het weer een beetje leven in het centrum komt. En dat is de commerciële ruimte die daaraan gekoppeld is aan de voorzijde, aan de markt, die zal ook zo gevuld zijn. En misschien ook de voormalige Vibra zal snel gevuld worden. En ik denk dat dit plan gewoon bouwen voor de leegstand is. Ja, kijk, het belangrijkste is dat er wat gebeurt. En of het dit plan moet zijn of een ander plan. Kijk, het zou mooi zijn dat de hele markt in één keer aangepakt kan worden. Dat de overkant ook aangepakt wordt. Dat het gewoon één totaal plan wordt. Dan zijn het weer een paar woningen. En ik ben bang dat die doorgang naar de achterkant, dat door het pand van Konings blijft gewoon in de weg staan. Ja. En we moeten het natuurlijk weer zelf invullen. Hoe bedoelt u? Nou, wat je zo'n beetje hoort, hè, de publiekstrekker. Wat er gezegd wordt, maar wat er dan eigenlijk in komt, dat wordt er nog niet zo gezegd. Ja, goed, kijk, er komt 1000 vierkante meter. Nou ja, daar is het mooiste zijn dat er een echte publiekstrekking op. En dan moet daar, dat zou ik zeggen, daar geen supermarkt. Als een supermarkt komt, dan moet er een supermarkt aan de achterkant komen, maar niet aan de voorkant in ieder geval. Het gaat mij om dat in het belang van Haaksbergen eens een keer een keus gemaakt wordt. En dat dus een grondgebied wat dus al meer dan 20 jaar gewoon brak ligt, dat er wat mee gebeurt. Dus ik zou zeggen, beste mensen, beslis voor eind december. Maak een keus, doe volgend jaar gewoon die planning en dan het jaar erop ga je bouwen. Als het zo snel zou gaan, dan heb... Dat kan zo snel, maar ze moeten die knoop doorhakken dat ze een keus maken. Wat vond u van deze informatieavond? Ik ben bij de vorige commissievergadering geweest en daar werden deze plannen ook gepresenteerd. En die waren nagenoeg gelijk. De enige uitzondering nu hierop was een achtergevel van de achterbouw op de winkel. Waarbij ik mij afvraag of die überhaupt mag. Ik heb hem nooit gezien in de kaders.
En het bijzondere was de hoorzitting. Voor 21 jaar, ik zal me rot schamen als gemeente. Niet alleen als ambtenaar, ik zal me als burger schamen, als ondernemer schamen. Dat je zoveel tegenwerking op zo'n plan gooit, daar is niemand bij gebaat. Daar ben je als ondernemer niet bij gemaakt. Je gezicht als gemeente, daar wordt er echt niet florissanter op. En als burger, dan op een gegeven moment slaat de verveling toe van god, er wordt nog steeds vergaderd. En stel voor dat uw plan dus de voorkeur hebt. Hoe snel is dat te realiseren? Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het plan niet de voorkeur heeft. Omdat het binnen de gemeenteraad ooit al eens over gestemd is. Zijn er 15 voor, 3 tegen. En daar voldoen wij aan. En of wij dat nou doen of iemand anders dat nou doen. Als die functie en die voorkeursvariant maar uitgevoerd wordt. Vindt u dat men geluisterd hebt naar de HOV? Je bedoelt vanavond. Nou, dan mag ik aannemen van wel. Daar was deze avond voor. En als men echt wil horen wat er leeft, de wethouder had over genuanceerd beeld. Ik denk dat hij vanavond een genuanceerd beeld heeft gekregen. En ik mag hopen dat hij heeft geluisterd naar wat ik namens de HOV, namens al de leden van de HOV heb gezegd. Maar of hij daar ook wat mee doet, dat is wat anders. Ja. En hoeveel leden kent de HOV? 150. Kleine 150. En hoeveel ondernemers hebben we eigenlijk? Allemaal ondernemers. Alle ondernemers die hebben meegedaan? Nou, we hebben alle ondernemers benaderd en 40% heeft gereageerd, 40,5%. Dus dat is voor een enquête heel erg veel. Dat is massaal, mag je zeggen. Ja, dan mag je wel tevreden zijn. Wat dat betreft zijn wij als bestuur heel erg tevreden met de reacties. Kijk, ik heb vanavond een kleine samenvatting gegeven van die reacties. Maar die gaan heel erg ver. En vooral de inhoudelijke reacties, dus niet alleen de reacties van ja, nee, positief, nee. Maar de inhoudelijke reacties die zijn erg belangrijk voor het beoordelen van het standpunt van de ondernemers in Haaksbergen. En daar ben ik als voorzitter heel erg blij mee. Elke maandag zit ik hier met nog 7 vrijwilligers in het cultuurhuis hier in Haaksbergen. We hebben op dit moment 26 oudere alleenstaande mensen die hier elke maandag komen van 9:30 tot 13:30. Zondag zeggen ze al tegen elkaar of tegen de kinderen van goh, ik wou dat het alweer maandag was. Ik vind dat heel gezellig. De maandag is echt voor mezelf. Dus. Ik heb 30 jaar een kantoorbaan gehad en ja, vrijwilligerswerk heeft mij altijd getrokken. Ik kom zelf uit een gezin, toen ik geboren ben, toen woonden mijn opa en oma bij ons in. Mijn overgrootvader leefde nog dus. En toen ik gestopt ben met werken, kwam dit, werd net opgestart. En dan had ik zoiets van, oh, dat lijkt me wel leuk met oudere mensen die, ja, die gezelligheid zoeken. Het samen dingen doen. We zijn allemaal een beetje van dezelfde leeftijd. Iedereen heeft wat. Ja, het is heel gezellig hier. Als je altijd alleen eet, moet denken, wat zal ik vandaag eens gaan koken? En nu wordt er voor hen gekookt, met z'n allen aan tafel. Oh, het eten is altijd goed. Ja? Ja. Die mevrouw die komt van hoeveel gezamenlijk doen ze met die andere dames koken, dat is altijd heel lekker. En het voordeel van deze groep is dat het allemaal alleenstaande mensen zijn, maar dat ze onderling ook weer afspraken maken. Dus ik heb die prijs dan gekregen, stond op mijn naam, maar eigenlijk vind ik dat de maandaggroep die verdiend heeft, laat ik zo zeggen. Maar we doen het wel met ons achter en ik niet alleen. De naamsbekendheid was voor ons eigenlijk het belangrijkste. En, nou ja, en dat het ook gewaardeerd wordt, ja, dat is gewoon heel fijn. De Natuurwerkdag is de grootste landelijke vrijwilligersdag in het groen. Ieder jaar op de eerste zaterdag van november werkt jong en oud aan het behoud en herstel van natuur en landschap. De Natuurdag bij Natuurmonumenten, jullie doen mee met de Landelijke Dag, waarom? Omdat het geweldig leuk is om te doen en de natuur ervan opknapt. En mensen zijn heel enthousiast, dus die willen vandaag met dit mooie weer graag aan het werk in de natuur. Wat gaan jullie vandaag allemaal doen? We gaan heel hard aan het werk, maar ik wil eerst nog even zeggen van het is heel leuk dat je zo'n natuurwerkdag organiseert. En dat het is puur het doel dat je de mensen betrekt met het natuurbeheer en ook met natuurmonumenten. En het leuke is van deze dag,
dat we het organiseren samen met Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en NHU. En NHU is een grote vrijwilligersorganisatie in Enschede, die dan heel veel werk verrichten voor de landschappen, voor natuurmonumenten, voor particulieren ook. Dus dat maakt het heel leuk. Dus we hebben echt een heel duidelijk doel van mensen, kom eens lekker in de natuur, kijk eens hoe het werkt en ga naar buiten. Wat gaan jullie vandaag in de natuur doen dan? We hebben drie verschillende locaties hier direct in de buurt. We gaan bezig om de heide te ontdoen van boompjes. Dat is meestal dat moet regelmatig gebeuren. En we gaan rondom een amfibiënpoel gaan we opslag opruimen en verwijderen, zodat daar meer licht in het water kan vallen. En dat is goed voor de boomkikkers die hier nog voorkomen. En de kamsalamanders. Kamsalamander, ja. Hoeveel mensen gaan jullie vandaag helpen? We hebben iets van haast tegen de 70 aanmeldingen voor vandaag. Dus dat is best wel leuk. Hè, dan organiseer je toch niet helemaal voor niks. Dat is gewoon leuk. Dus we konden eigenlijk maar 80 mensen kwijt op deze locatie. Dus we hebben echt qua begeleiding en dergelijke heb je gewoon een aantal mensen nodig die een beetje te handelen zijn. Dus dat is het. Dus ik kan me voorstellen dat jullie wel tevreden zijn met zoveel aanmeldingen. Ja, het weer speelt ook goed mee. Vanochtend was even wat regenachtig. Dan denk je van, misschien haken er wat mensen af. Maar de opkomst is goed. Ja, prima. Ja. Dus wat een succesvolle dag. Ik hoop het wel. Als het maar droog is, hè. Dat is het belangrijkste. En dat is het gelukkig. Dus we hopen dat het zo blijft. En misschien nog een zonnetje erbij. Dan zou helemaal super zijn. Ja. Maakt er een mooie dag van. Ja, dankjewel. Ja, dus ook goed van overal dus hier liggen. Maar momenteel hebben ze ingeschaard. Dus... Ja. Ik leg hem daar maar bij die open, ik hoef er niet zoveel. Een heel spoor van. Het begin van de Twentse crosscompetitie is de pingelloop in het Langketerbos te Haaksbergen. Een mooie kans om je te meten aan medelopers, recreanten of wedstrijdlopers.
Dankjewel, Saskia. Op zaterdag 5 november werd bij Golfclub Langelo de eerste pub-up herfst golfwedstrijd gespeeld. Zowel leden als gasten konden meedoen. John Markering. Anna Mulder. We staan hier bij het golfclub Het Langelo. Mm. Ja. Vandaag is er het eerste pub-up herfsttoernooi. Ja. De eerste keer zeg ik al. En wat verwacht je ervan? De eerste pop-up herfst. We hebben dit jaar al veel pop-ups gehad. Pop-up baklever, als ik me goed herinner. Pop-up Pasen, enzovoort, enzovoort. Onverwachte wedstrijden. Pop-up, daarom heet het ook zo. Week van tevoren aangekondigd. Simpel, 9 holes spelen. En daarna gezellig het clubhuis in. Dat is de opzet. En iedereen kan meedoen? Iedereen kan meedoen. Leden, niet leden. Je moet wel kunnen golven. Dat wel. Maar, of tenminste, net doen alsof. Maar als je GVB hebt, mag je meedoen. En van welke leeftijd zo'n beetje? Golf is van alle leeftijden, Hanna. Nou, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen van de kinderen van een jaar of. Maar of zeg je ook echt de kleintjes zo? 6 zou al mee kunnen doen als ze GVB heeft. We hebben een jeugdafdeling die met 20 leden, die toevallig vorige week een heleboel GVB hebben gehaald. Die mogen al meedoen, leeftijd vanaf 6 jaar, zeg maar. Naast mij staat trainer, begeleider, coach van het Langelo en... Langelo onder andere en in Bad Bentheim, in Gildhuis en daar waar ik gevraagd word en waar de mogelijkheden zijn om les te geven, probeer ik aanwezig te zijn. En is dat voor een bepaalde groep leeftijd? Nee, in principe is iedereen die wil proberen om de golf onder de knie te krijgen, kan bij mij terecht en is niet bewust een bepaalde doelgroep. We merken wel dat de doelgroep steeds wat jonger wordt. Dat die ook de kans krijgen om te gaan golven, wat alleen maar goed is. En ook de eisen voor het GVB zijn wat makkelijker allemaal. Dus de mensen kunnen wat makkelijker ook naar hun GVB toe werken. En het is ook een wat lagere drempel dat mensen ook die mogelijkheid krijgen. Zaterdag 5 november was een bijzondere avond voor veel oud-vrijwilligers van Silo, Hot FM en RTV Sternet. De oud-medewerkers van de lokale omroepen van Haaksbergen hielden een reunie. We zijn hier vandaag bij de reunie van Sternet, Silo en Hot FM. Jan, heel bekend van vroeger van Silo. Hoe kijk je daar terug? Ja, hoe kijk je daar terug? Nou, kijk om me heen en je ziet al die oude mensen weer van vroeger. Daar komen meteen oude herinneringen over van de sport. Barry, als klein mannetje kwam je altijd vragen, wat is dat voor muziek? Kunnen we dit draaien? Dat was altijd leuk, hoor, niet, Barry? Ja, te gek. Leuke, goede oude tijd was het echt. Dit is leuk om hier allemaal te zijn, een beetje verhalen op te halen. Met Jente van Rotterdam ook bijvoorbeeld. Ja, het is echt wel van, je valt het ene verhaal van het andere verhaal. Weet je. Oh ja, hoe is het met jou? Ja, leuk. Wat voor herinneringen heb jij aan dit apparaat? Nou, ten eerste dat er een heleboel uren in hebben gezeten dat ik dat ding in elkaar heb geknutseld. En allerlei versterkertjes en transformatoren en weet ik veel wat er allemaal in zat. Ja, en dan ging maar wat apparaat is het eigenlijk voor de kijkers? Nou, hier gingen de jongens vroeger mee naar het sportveld. En dan werd er een telefoonkabel hierin geplugd. Ja? En die ging dan over het hele sportveld naar het enige punt waar dan een telefoonaansluiting was op zo'n sportveld. Meestal in de bestuurskamer. En dan konden ze koptelefoon en de microfoon op inpluggen. En dan werd er verslag gedaan van een voetbalwedstrijd. En die heb je zelf gemaakt? Ja, ik heb zelf gemaakt. Hoe kwam je op het idee?
Nou, die dingen die waren er natuurlijk wel. Die waren wel in de handel, maar die konden we toen niet betalen. Dat was hartstikke duur. En je dacht van, ik ben wel handig, je maakt er zelf in. Ja. Een soldeerboutje en printje maken en alles. En voor mij werkt het nog steeds. Ja, hij werkt nog steeds, ja. Maar hoe kijk je terug op die periode? Ja, fantastisch. Ik bedoel, dat heeft me natuurlijk zoveel gebracht. De kansen die de Stilo ook aan mij gegeven heeft. Dat is natuurlijk het fundament geweest van mijn carrière. Ik bedoel, zonder dat had ik niet bij 538 kunnen werken. Hoe ben je daarbij terechtgekomen? Ik heb een demootje gemaakt van Hot FM, waar ik met Magenta natuurlijk zat. En met ISO, met allemaal jongens. En daar had ik een demootje van gemaakt. Dat het grappige is, dat ik een demo gemaakt had. Die heb ik opgestuurd aan 538. Kreeg ik weer een dag reactie. En toen had ik een totale blackout. Toen durfde ik geen tweede demo meer te sturen. En toen heeft Dennis Reuvers, die weet ik persoon, die heeft uitzendingen van mij getaped. En die is erbij gezegd, je gaat nu monteren, je gaat hem nu opsturen. Want het is al een maand geleden en ze wachten op je. En toen werd ik binnen een dag gebeld. Dus als hij dat niet gezegd had, was ik niet meer bij 538 gezeten. Dat ik zo zenuwachtig was, dacht, oh nee, ze wil iets van me, weet je wel. Wat doe je op dit moment? Ik ben gestopt bij 538 en ik ben nu onderhandeling met andere radiozenders. Dus het nieuwe jaar, andere zender. Dus dat gaat eraan komen. Dus. Ja. Wat was de mooiste tijd? Nou, de begintijd eigenlijk wel. Met die jonge lui toen nog. En in het keldertje in de Passikhaaf, want daar begon dus alles. Een heel klein keldertje waar we van alles, televisie, radio, alles werd daar gedaan, toch. Hoe kijk je nu tegen de radio en de landschap aan? Ja, ik luister er ook nooit meer naar. Dus ik weet eigenlijk helemaal niet hoe of wat. En wat doe jij moment, Jan? Ik ben nog steeds vrachtwagenchauffeur en ik werk in Duitsland. Doe ik af en toe kleine concertjes voor WDR4. Dus ik zit nog steeds in de muziek en ik heb een eigen muziekcafé in Duitsland. Ik ben er in 83 al mee begonnen. Het heeft 3-4 jaar geduurd voordat ik het een beetje van de grond kreeg. Want ja, toen de tijd waren er nog geen lokale omroep. Maar waarom wou je een lokale omroep? Ja, waarom wil je een lokale omroep? Het begon met Hallo Haaksbergen. Die waren illegaal hier. Daar kan je heel lang verhalen over vertellen. Maar op het eind kwam het erop neer dat ze op een gegeven moment graag legaal wilden worden. En ik zat toen bij D66, bij de politiek. En toen kwamen ze bij mij terecht en zeiden ze van ja, we willen legaal worden. Wat moeten we doen om legaal te worden? Nou, en toen was mijn interesse gewekt en ben ik begonnen om dat uit te zoeken. Nou, daar ben ik een paar jaar mee bezig geweest. En toen hebben we tegelijk ook tv opgericht. We zijn eigenlijk met tv begonnen. En later ben ik verder gegaan met de radio. Worden nog in de business of helemaal niet meer? Nou, nee. Niet ook, meer in de radio. Ik ben ook nooit professioneel Nee, maar kon wees dat je misschien nog iets in die business met de radio? Nee, niet echt. Nee. Pure hobby allemaal. Ja, hè? Pure hobby. Ja. Liefdewerk. Ja. Heel veel liefdewerk. Ja. En oud papier. Ja. En hoe kom je op zo'n beleefde avond aan? Ja, het is gewoon heel geweldig. Ja. Ja, echt waar. Ja. Toen ook dat op Facebook zette, was ik een van de eerste die me aangemeld heb. Dat vond ik wel geweldig, ja. 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 Mooi om al die oude herinneringen op te halen. Ah, nou. Ja hoor. Geniet nog even. Ja, dankjewel. Dankjewel. In deze aflevering van Kijk op Haaksbergen, de nieuwe Prins Carnaval van de Keienslebbers.
In deze aflevering van de DIA-serie Haaksbergen in beeld, Budodag in Haaksbergen 2016, Nacht van de Nacht 2016, Erespeld Johan Rekus en Carnaval 2016-2017 met de opkomst van de 50ste stadsprins.
Dat was het dan weer voor deze aflevering. Wij hopen dat u met veel plezier gekeken heeft. En wilt u graag ook de nieuwe foto's en video's van RTV Stennet zien? Volg ons dan op Facebook of kijk via de website www.rtvstennet.nl. Tot de volgende keer.